Black Tulip Award 2011 gaat naar een film die heftige gevoelens oproept. Een krachtige, verontrustende wraakfilm over isolement, uitbuiting en onverschilligheid op een klein eilandje voor de kust. Een film van harde, conventionele contrasten. Vriendschap en verraad, engagement en onverschilligheid. De leegte van de stad versus de groepsdwang van het dorp. Een film die zo effectief is dat hij ons vermogen om botheid en lafheid te verdragen geduldig tot het uiterste opbrengt. Zelden brengt zoveel bloed, zoveel opluchting als in de finale van Bedeviled van Yang Chol Soo, winnaar van de Black Tulip Award 2011. Naago Yoni. Kunstwerk van Paul van Vissen. Hallo, mijn naam is... Ik kan er niks aan doen. Mijn naam is Yang Chol Soo, regisseur van Bedeviled. Ik hoorde zojuist het nieuws over de prijs en ben er erg blij van. Ik herinner me de afbeelding van een tulp te hebben gezien in een schoolboek bij een hoofdstuk over Nederland. Die was zo mooi en mystiek dat ik hem als de bloem der bloemen beschouwde. Misschien dat de Black Tulip Award voor mij daarom wel eens de mooiste en meest mystieke prijs aller prijzen zou kunnen zijn. Ik zal mijn acteurs en crew zo snel mogelijk laten weten dat er mensen aan de andere kant van de aarde zijn die dit verhaal van een klein Aziatisch eiland zo mooi vinden. En ook wil ik mijn ouders meenemen op vakantie naar Nederland en ze vertellen dat dit land hun zoon in de prijs komt. Er is zoveel te zeggen, maar dat zal ik doen met mijn voorbeelden. Ik wil het festival nogmaals bedanken voor het selecteren van mijn film. Ik wil de juryleden bedanken voor de prijs en het publiek voor het zien van de film. Dit betekent veel voor me bij het voorbereiden van mijn nieuwe film. Dank jullie wel. Dank jullie wel.